Zo. Met mijn nichtje. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en dit is Jessie Silver. En hij heeft heel erg honger. Dus dat ga ik eerst even geven. Dus gaat hij huilen. Goedemorgen, schat. Ja. Even zorgen dat deze goed erin zit, hè. Zo, ik heb even wat meer licht erbij gedaan. Ik ben vandaag alleen met dit kleine mupje. Voor het eerst. En Sergio die is dus weer gaan werken. Helaas. Dus we gaan eens kijken hoe zo'n dag alleen met hem eruit ziet. Ik was vannacht om 4 uur wakker. Om hem de fles te geven. Dus toen ben ik maar eventjes op de bank gaan liggen. Om Sergio niet wakker te maken. Toen ben ik eigenlijk tot 5 uur wakker gebleven. Omdat Sergio er al 4:15 uit moest. En toen dacht ik, nou, het is wel leuk om even te knuffelen met hem. Dat ik nog een beetje wakker ben voor als hij weggaat. Ik denk dat het eerste wat erop zit om weer te gaan werken, ik kom niet aan mijn woorden. Komt waarschijnlijk een beetje omdat ik tegenwoordig een pilletje moet slikken vanwege mijn pijnlijke handen. En die maak je ook een beetje slaperig. Dus ik kan wel wel, dus ik kom niet aan mijn woorden. En wat ook jammer is, is dat ik eigenlijk gewoon elke nacht tegenwoordig lekker heb geslapen door dat pilletje dus. Maar vannacht echt, volgens mij waren mijn hersenen weer niet op uit. Dat hij een beetje verkouden is. En als ik toch de hele tijd te luisteren van, dan krijg je nog wel genoeg lucht en zo. Dat soort geluiden dus. Dus ik neem jullie lekker vandaag mee. Naar een dag. De eerste dag. Alleen. Met Jessie Silver. Ik denk dat hij begint met gewoon even lekker verder slapen. Voor de mensen die het niet weten, als die geel is, is er niks gebeurd, dan is het een schone luier. Is die blauw geworden, dan heeft hij geplast of gepoept. Zit. Wacht. Gaan we.
Hele knapste. Flesje alweer. Ja. We hebben lekker doorgeslapen tot 11 uur. Dat is wel even fijn, maar ik had het koud, joh. Gek van. Met zwangerschap had ik het helemaal heet. Nu alleen maar koud. Lijkt wel alsof ik in de tweede overgang zit, maar helemaal gek van. Hé? Ja. Dan gaan we zo eens even kleding uitzoeken, denk ik maar, hè? Ja. Gaan we even leuke kleertjes uitzoeken. En ik denk dat ik daarna even ga strijken. Ja, dat hoor je goed. Ik ga strijken. Flink cadeautje. Poeh! Ik heb dus hier alle maatjes 50, 56. Lange, korte mouwen. En hier alle maatjes 62. Daar past die nog niet in. Maar de broekjes, die moet ik nog even uitzoeken. Dus die ga ik zo strijken. Nee, lekker naar buiten aan het kijken. Hé? Lekker naar buiten aan het kijken. Wat voor kleur ogen denken jullie dat ze gaat krijgen? Blauw of bruin? We zijn er nog niet over uit. Kijken of ik hem beter in beeld krijg. Blauw of bruin of groen. Kijk eens. Goed zo. En is het lekker, hè? Wat leg je daar comfortabel bij? Outfit of today. Zo, het is inmiddels 1:30. Ik heb gegeten. Ik heb mijn haar gedaan. En ik heb een make-upje op kunnen doen. Nou, gedoucht ook nog. Hè? Ah, goddie. Jij hebt honger volgens mij. Frietzakkie. Echt een frietzakkie. Hij eet nu gewoon al een paar keer 120, hoor. En dan komt hij ook nog eens, niet onder 3 uur, maar echt 2,5 uur of zo. Oh, moet je dan staan. Dus ik probeer het soms een beetje uit te stellen met de speen. Anders krijgt hij misschien wel heel veel binnen. Ze zeiden ook van ja, 8 keer 120 was misschien wel een beetje te veel van het goede. We waren eerst bang dat hij dus soms te weinig had. Maar ze zei nee, dat van het consultatiebureau, die zei nee, dat is best wel oké. Maar ja, 8 keer 120, dat is misschien wel een beetje veel. Maar ja, hij heeft toch wel wat honger. Hé? Oh, ik ga hem even neerleggen, dan kan ik eten maken. Ik ben blij dat die hechting al een beetje
Libanezen zijn. Heilig, heilig. Oké. Een beetje gestreken. Ik wil nog meer strijken. Ik wil onze broekjes nog strijken. Maar dat gaat waarschijnlijk morgen gebeuren, denk ik. Dus ik ga nog even de keuken ook een beetje doen. De zilver heeft de flesje gehad. Ik heb de luiertas ingepakt. Want ik ga dadelijk naar het babypark. Met mijn moeder en mijn oudste zus. Want zij wilde mij nog een cadeautje geven. Jennifer. En ik wil dus graag kijken voor een draagzak. Want dat lijkt me gewoon handig. Dat ik hem lekker bij me kan hebben. En gewoon mijn handen vrij heb. Dus nog even keuken schoonmaken. Daarna ga ik deze schatjes eventjes uitlaten. Nu ze Jessie nog slaapt. Want ze lopen de hele tijd achter mijn kont. There we go. Sleutels bij me heb en mijn telefoon. Als ik die twee niet bij me zou hebben, dat ze echt een probleem zijn. Wat zou je gebeuren? Pak ik nou die kind alleen en dan sleutel binnen laten liggen. Doei, mooi. Ziet er toch weer intelligent uit. We noemen dit synchroon poepen. Zo, we zijn er klaar voor. Het autostoeltje van oma. Die heeft wel een mooi dingetje. Nou, kijk of het allemaal past. Nou, helemaal top, toch? Hij heeft ons gebracht voor die. Zo. We hebben mijn nichtje. We hebben deze even om. Zijn we aan het testen. Jessie Silver vindt het allemaal prima. Sergio, even gefacetimed. Het is een donkergroene geworden. En deze. Want papa Sergio, die heeft ook een roze. Dus dan kan die lekker mee samenlopen. Zo goed gedragen. Maar het is wel tijd voor een flessie. Tijd voor een flessie. Zo, we zijn weer thuis. Ja? Heb je hem gemist? Ja. Ik dacht ik kom thuis van werk en dan zijn jullie nog een paar uurtjes weg. Maar jullie waren bijna de hele dag weg. Ja. Ik ben ook moe. Zo. Nee, jij bent vannacht nog gewoon een paar uur wakker geweest. Ja. Klein vreedzakje hier. Het is een den, hè. Het is een den. Het heeft hier ook geslapen. Ik heb best wel wat geslapen hier. Zo. Heb jij een leuk truitje aan? Leuk, hè? Jij ook. Was je eerste dag weer werken? Echt fantastisch. Zo leuk, zo gezellig. Echt. En morgen weer vrij. Hele. Ja, toch. Ik weet het niet, ik had in mijn agenda staan dat ik een reservedienst had. Maar. Ik was niet ingeroosterd. Nou, chill. Ja, dan gaan we niet klagen, natuurlijk, hè. Voor wie gemaakt is,
Nou, ik heb die mensen daar meegenomen met mijn eerste dagje. Met Jesse Silver alleen. Ik heb nog best wel wat gedaan hoor. Ja, ja, wat heb je al gedaan dan? Nou, ik heb gedoucht. Ja. Ik heb mezelf opgemaakt en mijn haren gedaan. Ja. En ik heb hem natuurlijk telkens de flesje gegeven en verschoond. De hondjes uitgelaten. Ik heb de hondjes uitgelaten. Eten gegeven. Ja, dus vanochtend eten gegeven. Ik heb het dekbed gestreken. Ik heb de keuken opgeruimd. Ja. Ze zijn heel druk bezig van in het wasje aangezet. En lekker geshopt. Super blij met de draagzak. Ga ik zo even laten zien. Ik hoop dat je het leuk vond de eerste dag. En bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aanzetten. Precies. En dan nemen we je weer gezellig mee. Tot de volgende. Tot de volgende weer dan, hè. Ja. Ciao. 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 Ciao, ciao.